Wat wel gek huis, denk ik. Staat het stadion er dan nog wel, vraag ik me af. Ja, ik weet niet. Misschien wel tijd voor een nieuw stadion. De sporen van vreugde van de afgelopen week zijn nog zichtbaar bij het stadion van FC Emmen. NEC werd immers in een knotsgek duel uiteindelijk veroordeeld tot de Jupiler League. Volgende en laatste halte, Sparta-Rotterdam. Wat deed jij 28 jaar geleden? Moet ik goed nadenken. Ik heb geen idee eigenlijk. Nee. Weet je wel wat 1990 betekent voor deze club? Ja, dat is volgens mij de laatste keer dat ze in de play-off finale stonden. Hè? Ja, belletje gaat me nu af. Zo dichtbij waren ze dus al eerder. In 1990 stond FC Emmen met één been in de Eredivisie. Maar het was Heerenveen dat in de laatste fase te sterk bleek. En ook in de herkansing tegen NEC ging het mis. Nu staat de ploeg van Dick Lukien er beter voor. De club is slechts 180 minuten verwijderd van het hoofdpodium. Jullie weten wat je moet doen. De vraag is, kan het ook? Ja, tuurlijk kan het. Ik bedoel, als we het gevoel hebben dat het niet kan, dan kunnen we beter zeggen, even bellen naar Sparta van blijf maar thuis. Ja, ik bedoel, het wordt moeilijk. Maar ik denk dat Sparta dat gevoel ook heeft, dat het moeilijk wordt. En dat zijn play-off wedstrijden en het kan gewoon alle kanten op. En als wij goed zijn, dan is dat wel iets dat we een hoop in onze mars hebben, laat ik het zo maar zeggen. En dan kunnen wij ook Sparta het leven heel zuur maken. Ja, het verschil tussen Sparta en jullie is misschien dat Sparta moet en jullie mogen. Of moet ik het niet zo zien? Nee, zo zie ik het niet. Wij moeten ook. Ja. Willen wij promoveren, dan moeten wij. En daar hoort druk bij. Nou, daar moeten we mee omgaan. En dat we niet de favoriet zijn, dat is volgens mij ook wel duidelijk. Favoriet of niet? Feit is wel dat als FC Emmen wil promoveren, het nu moet gebeuren. Volgend jaar is de competitie in de Jupiler League namelijk nog sterker. Met onder andere FC Twente en Roda JC. Gaan jullie promoveren? We gaan ons uiterste best doen. En dat wil ik niet horen. Gaan jullie promoveren? Ja, hetzelfde verhaal, wat moet ik erop zeggen? Denk je dat jullie kans maken om te promoveren? Ja, uiteraard. Ja, zeker weten. Heilig van overtuigd. Ja, een hele selectie. Hoe gek worden de mensen dan hier in de streek? Ja, die worden helemaal gek. Ik ben hier nu 2 jaar en ik merk dat de hele omgeving hunkert naar dat succes. En het stadion is uitverkocht donderdag. Ik denk dat de hele buurt, de hele regio op zijn kop staat. FC Emmen krijgt donderdagavond eerst Sparta op bezoek in eigen huis. Zondag is de return in Rotterdam. En dan zal blijken of de club voor het eerst in zijn geschiedenis in de Eredivisie zal uitkomen.